Dan heb je de papieren, dat is allemaal computer natuurlijk, de papieren fase, noem maar eventjes, dat heb je dan gehad. Uiteindelijk ga je naar een fase toe, dat je misschien moet er daar even naartoe lopen, dat je dan dit model hebt, een soort kleimodel, waarbij je... Ja, wacht even. Ho. Want kijk, als wij een mooie auto... Kom, ga staan. Als wij een mooie auto willen maken, dan is het een beetje alsof je... Zeg maar vergelijkbaar met een, als je een mooi iemand ziet, een mooie man of een mooie vrouw. Eerst kijk je naar de proporties, je ziet een persoon van ver. Dus je kijkt of die een mooie man, nou toevallig sta je hier net naast me, Umberto. Dus je ziet goede proporties, het kan iets slanker, maar oké, goede start. Vervolgens kom je dichterbij en je ziet de kleren, je ziet de details, je ziet de lijn van je armen, et cetera. En dat is bij een auto eigenlijk hetzelfde. Je gaat de lijnenspel zien, de proportie van de ramen, waar de wielen staan, et cetera. En dan heb je de derde fase. Je schudt elkaar de hand, je kijkt elkaar in de ogen, je lacht, je omarmt elkaar. En die drie fases heb je eigenlijk ook als je een auto ontdekt. Want op het laatst raak je de auto aan, je wil hem zien. Je ontdekt de koplampen, de achterlichten. En iedere fase moet een positieve fase zijn als je een nieuwe auto tegenkomt. Dus jij kijkt zo gedetailleerd naar dit model... dat je de kleinste lijnen, als het niet bevalt, wil je dat meteen veranderen... want dat is niet aantrekkelijk. Want ik zie, u doet mee, hè? U gaat mee in zijn verhaal. Ik zie het aan u. En voelt u hem? Ja, oké. Maar stel nou dat dit niet helemaal is, wat je wil. Hoe pak je dat nou? Ik zie allerlei dingen hier liggen. Ja, kijk, het mooie van ons vak, vind ik... en een van de aantrekkelijkste aspecten van het vak is dat we zowel... heel high-tech zijn, als heel artistiek. We hebben bijna de twee extremen van het vak. We hebben de beste computers, de grootste, meest powerful computers. We hebben de beste digital modelers. Maar we hebben ook de artiesten die zelf hun eigen tools maken. Die zelf sculptuur maken op de auto. En natuurlijk werken we heel erg sterk samen met de modelmakers. Bijvoorbeeld door, we kunnen aangeven... waar we de reflecties willen hebben van de auto's. We hebben natuurlijk, je kunt niet met een potlood op een klein model tekenen. Dus daarvoor gebruiken we deze flexibele tape. En door daar spanning aan te geven... en door daar bijvoorbeeld hard aan te trekken of minder hard aan te trekken... kun je nieuwe lijnen maken. Kun je aangeven daarna aan de modelmakers... die zeg maar heel grof aan het werk zijn aan het model. En het is net chocola, maar het is echt een speciaal soort klei... Wat we warm met de hand opbrengen. En vervolgens met werktuigen die ze zelf hebben gemaakt. Of zelfs met staal, wat in verschillende diktes... waarmee je hele mooie oppervlaktes kunt maken. De beste modelmakers kunnen het op een tiende van een millimeter nauwkeurig werken. Het is een soort handarbeid voor gevorderden, zeg maar, dit. Ja, het is werkelijk... Ik denk wel eens bij ons, we zijn bezig om ons eigen speelgoed te maken in het atelier. En als je de mensen ziet... dat we eigenlijk de hele dag een beetje aan het boetseren en het kleien zijn... kunnen ze dat eigenlijk niet geloven. Maar het mooie is dat je hebt twee kanten gemaakt. Dit is dan zeg maar de kant van het klei. Nu heb je ook de kant, zeg maar, als de auto dan helemaal af is. Ja, want kijk, het moeilijke is natuurlijk van het klei... dat je niet goed kunt zien hoe de surfaces, hoe de oppervlaktes werkelijk zijn. En daarom hebben we een soort speciale film. Dit is een film... die we kunnen verven en die kun je hierop aanbrengen. Oh, dat kan er gewoon af. Dat is gewoon flexibel, die maken we nat. En dan kun je hem aanbrengen en dan kun je even checken... hoe de vormen er echt uitzien onder het licht. En dan zeggen we hier iets meer, hier iets minder. Ja, doet die film eraf, we werken eraan. En dat is echt een monnikenproces. Want dat is eigenlijk het leuke, we werken aan een object... soms van 4, 5, 6 meter. Maar we zitten werkelijk tot in de tiende van een millimeter nauwkeurig te werken.